Watertekort dat door droogte heerst is een grote nood. Dit zei Erwin Dans, vertegenwoordiger van de organisatie Emergency Water Wells. Eerder tijdens de lancering van waterputten bij het Emporium Business Center te Leisweg. Hij zegt dat er een bewustwording op gang moet komen over de inzet van waterputten voor gebruik van grondwater. Waarvoor Emergency Water Wells ging? Eigenlijk niet direct om te consumen, maar meer om te gebruiken. Kijken we naar personal hygiene, maar ook kijken we naar landbouw. Toch, uiteindelijk heb je voeding nodig. En dat vergt niet zo zuiver water dan als jij hem zou drinken. Omdat dat ook een heel proces is. En natuurlijk zijn er ook een aantal stakeholders die wij daarvan moeten contacten om dus uiteindelijk het water drinkbaar te maken. Dan stelt dat de waterputten zelf gebouwd kunnen worden door individuen. Oklaya Verwij, hydroloog, geoloog, geeft aan dat zij zal bijdragen aan het vergroten van de bewustwording in de verschillende districten. Dat wij deze workshop gaan verzorgen voor de traders die de community en de mensen dus aware gaan maken over de waterkwaliteitsaspecten, de sanitation en de zijgang in het veld. En daarna doen we een quick scan van de verschillende districten om te kijken wat voor projecten zijn er al uitgevoerd over de recente periode waarop dit project dus kan aansluiten. Omdat het niet de bedoeling is om het wiel opnieuw uit te vinden, maar dat er gewoon continuïteit is, vooral omdat gezien het doel is dat de samenleving verzekerd is van of gegarandeerd is van schoon en veilig water. Verwij geeft aan dat niet ieder bewust is van behoud van kwaliteit van drinkwater.